ben Miranda en ik ben moeder van twee kinderen van 5 en 9. En ik heb voor jullie de Tesa kleefbare spijker uitgeprobeerd. En die kleefbare spijker, daar was ik heel erg benieuwd naar. Ik vond hem lelijk toen ik hem uit de verpakking haalde. Maar goed, dat bleek uiteindelijk wel mee te vallen. Uiteindelijk heb ik in de badkamer iets opgehangen. En dat ophangen ging verrassend makkelijk. Dat vond ik een echt groot voordeel ervan. Wat ik ook een voordeel vond, was dat je het heel erg makkelijk weg kan halen. Ik dacht eerst nog die gekke lipjes. Maar ja, dat zie je niet, want het zit achter je schilderijtje. En uiteindelijk met die lipjes kun je het zo eraf halen dat er geen restrandjes of zo achterblijven. Dus dat was super. En echt een voordeel, vond ik. Je kunt één spijker gebruiken, maar je kunt er ook twee pakken. En als je er twee pakt, kun je er een groter gewicht aan hangen. Bijvoorbeeld een groter schilderij of een schilderij wat misschien wel meer dan 4 kilo weegt. Ik had een schilderijtje in de badkamer, dus dat weegt niet zoveel. Maar wanneer je bijvoorbeeld in je schuurtje iets gaat ophangen op tegels of op een stukje metaal, hè, zo'n metalen wandje bijvoorbeeld, is het wel heel erg handig als er een wat zwaarder gewicht aan kan hangen. Vond ik het een goed product? Ja, absoluut. Is er een nadeel? Nou, eigenlijk niet. Het enige wat ik vond was dat het lelijk was. Maar dat heb ik jullie al verteld. Dat was geen enkel probleem. Dus ik vind het een aanrader.